vanmorgen zat ik op achter de tv. Nou, gisteravond toen was het helemaal een beetje toegeslagen, de koorts. Toen hebben we ook alvast een slaapplaats geregeld in Leeuwarden. Want we waren wel in de veronderstelling dat het vrijdag of zaterdag zou gaan gebeuren. Die indruk kregen we wel. Ja, je kan maar beter goed voorbereid zijn. Want als die komt, dan moet wel alles op orde zijn. Nu de rajonhoofden van de Elfstedentocht al de eerste gesprekken over de tocht der tochten hebben gevoerd, neemt ook de Elfstedenkoorts onder de weesperschaatsers toe. Eén van die weesperschaatsers mag hoe dan ook starten. Astrid de Graaf, koud terug van de Weissensee, leeft een eventuele Elfstedentocht al volop. Maar gisteravond dat ze bij elkaar kwamen en dat ze dan deze ochtend weer een persconferentie zouden geven, toen hadden we wel zoiets van, oh, ja, zou het dan toch? Het houdt, ja, zeker. Laat het als leken zien. Is het echt van een ultiem doel wat je hebt als schaatser en zeker als marathonschaatser? Ja, het is wel iets wat je graag gedaan wil hebben. Ik heb al wel 200 kilometer geschaatst op de Weissensee. Maar die Elfstedentocht, die wil je toch ook een keer gedaan hebben. Ja, is gewoon iets wat je gedaan moet hebben. Je hebt de komende weken gewoon wedstrijden. Bijvoorbeeld NK Natuurreis komt eraan. Er zijn nog wat verschillende klassiekers. Hou je dan in voor dat soort wedstrijden? Nee, dat niet. Ik ga gewoon volle bak op het NK. En als er bijvoorbeeld nog hier in de buurt op Ankerveen of Loosdrecht gereden gaat worden, dan ga ik gewoon rijden. En nou ja, als die wordt geplaatst op een dag de Elfstedentocht, dan ga ik erover nadenken of ik misschien nog wat wedstrijden laat lopen. Maar nu in principe nog niet. Nee. Maar als die er gaat komen, wijkt dan alles voor de Elfstedentocht? Ja, dan wijkt alles, ja.